Bij terugkeer uit Indië had Nederland net ook een hele oorlog achter de rug. Was ook berooid. Die zaten niet te wachten op de Indische gemeenschap. Hadden het ook moeilijk gehad. En de verhalen konden ze niet kwijt. Dat weet ik van mijn ouders heel sterk. Dat die het zwaar hebben gevonden. En ik denk ook dat dat de reden is geweest waarom mijn vader bijvoorbeeld in 47... Ja, in 47 meteen zei ik ga weer terug. Kijken of we Indonesië toch weer kunnen opbouwen. Of Indië was het dan natuurlijk. Koninklijk Nederlands-Indisch leger capituleert op Java. Heel Indië wordt door de Japanners bezet. Op 8 maart 1942 capituleerde het KNIL. En mijn vader was geen beroepsmilitair. Die was dienstplichtig, getraind. Ik denk ongeveer een jaar voor de oorlog toen het begon te dreigen. Werden alle mannen opgetrommeld en kregen een functie. En hij is dus als militair gevangen genomen. En was dus krijgsgevangene. Was dus geen burgergevangene. En krijgsgevangenen waren bij de Japanners dus uiteindelijk vogelvrij, zeg maar. Hij is toen eerst getransporteerd hier naar het zuiden, naar Cilacap. Waar hij als arbeider voor het laden en lossen van schepen heeft moeten functioneren. Dat was zijn allereerste kennismaking met de Japanse bezetting. Interneringskamp. Pittig, heel pittig. Meteen raak. Toen is hij teruggebracht naar Chimahi. Dat is weer vlakbij Bandung. Daar klaargemaakt voor transport met de boot in het ruim. Met, ik weet niet, maar ik denk iets van 600 of 700 medegevangenen. Is die via Timor Kupang naar Flores gebracht. Ze zijn aan het strand, zijn ze er gelost, met heel veel dysenterie aan boord en dat soort leuke dingen. Er was niks voor ze geregeld, dus ze moesten zelf hun barakken gaan bouwen daar. Toen is die verplaatst naar een kamp vlakbij het vliegveld van Maumere, wat ze moesten aanleggen. Daar heeft hij zware malaria gekregen, dysenterie ook. Malaria was het ergste. Hij schrijft in een van zijn brieven dat hij 3 weken echt voor pampers lag. En eigenlijk dat ze opgegeven werden tot er eindelijk quinine kwam. En dat heeft de mensen gered. Daarna is hij vervoerd terug naar Java, opgelapt. Qua gezondheid om weer verder te kunnen werken. Hij is hier in Batavia aan boord gegaan van de Union Maru, de beruchte, die op 18 september voor de kust van Bengkulu is getorpedeerd. Dat je heel vaak hoort dat het buigen zo vernederend was voor de Europeanen. En dat ze dat deden om ons te pesten. Dat was niet om ons te pesten, dat was de Japanse cultuur. Het slaan in gezicht en met stokken. En dat deed de Japaner ook ten aanzien van zijn eigen ondergeschikten. De lagere militairen werden net zo beestachtig behandeld. En dus behandelden die hun gevangenen ook beestachtig. Daar ben ik mijn moeder altijd erg dankbaar voor, dat ze ons vroeg bewust heeft laten worden van die andere kant. Ik
Ik was 3,5 jaar toen we het kamp in gingen. Mijn moeder en mijn zusje en ik zijn toen in een huis ingekwartierd met een grootmoeder met twee dochters en ook nog twee meisjes. Mijn moeder had een boek meegenomen, De Kampen In, geschreven door een Japanse. En daarin heeft zij meegenomen het kamp in, en ik zou bijna zeggen een handleiding over de Japanse cultuur in relatie tot de westerse cultuur. En zij begreep meer van de houding en de handelwijze van de Japanners daardoor. Wij zijn zelf vanuit Chihapit in najaar 44 naar Muntilan gebracht. Dat was een nonnenklooster, volgestouwd met mensen. Daar hebben we maar een maand of zeven gezeten. Maar dat was echt heel erg. Daar schreef mijn moeder over. En als zij dat schrijft, van dat was een hel. Net als mijn vader over die torpedering schrijft, dat is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Dat zijn dan termen tegenover elkaar. Terwijl ze wisten hoe erg het allemaal was geweest, ze hadden het allemaal meegemaakt, dat je zegt van nou, dat was dus echt de limiet. Getorpedeerd, ja. Door een Engelse torpedobootjager, een onderzeeboot, sorry. Die niet wist dat dit schip, wat aan de buitenkant een vrachtschip was, 6000 mensen vervoerde. Die boot is met man en muis vergaan, in de zin van er zijn ongeveer 650 Europeanen en 200 Ambonezen uitgekomen. En de Indonesische dwangarbeiders zijn allemaal omgekomen. Is niet op een vlot gaan zitten, want het was zo dat er waren zoveel mensen in zee dat als die allemaal op die vlotten kropen, dat die vlotten zonken en die mannen waren dermate zwak geworden dat als het vlot eenmaal zonk, dan was het bekeken. Dat zag hij vrij snel en hij heeft dus een stuk wrakhout gevonden en is een eentje op blijven drijven. En het tweede wat hij heel bewust gedaan heeft is aan de binnenkant van de lijken te blijven drijven, want de haaien pakken de buitenkant, die vreten de lijken op. En als je aan de binnenkant blijft, dan heb je kans dat je eruit komt. Ze hebben de hele nacht, heeft mijn vader in zee gedobberd. Het was vrij zwaar weer ook nog. Dus de Japanners begonnen pas in de ochtend te kijken wie ze nog konden eruit vissen. Als arbeidskracht, dat was de enige reden waarom hij het zee is gehaald, anders hadden ze hem laten liggen. Mijn moeder was zo slecht dat zij in het hospitaal lag. Toen de Engelsen kwamen, hebben ze haar meteen opgenomen in het militair hospitaal in Magelang. En gaven er eigenlijk niet meer dan 6 maanden te leven. Ze hebben er fantastisch opgekalefaterd. De Rode Kruis gaf al die berichten door naar de vrouwen in de kampen of de mannen van je vrouw leeft nog of je man leeft nog of niet. En ze hebben mijn moeder toen het verkeerde bericht gestuurd dat mijn vader overleden was. De Engelse arts die dat bericht kreeg om door te geven, heeft het in zijn zak gestopt. En heeft gezegd, als ze dat krijgt, is ze dood. En een week later bleek dat het een broer van mijn vader was. En niet mijn vader. Ik ben erg verlangend naar bericht hoe jij en de kinderen het maken en waar jullie zijn. Ik heb de laatste 3,5 jaar heel wat meegemaakt, waarover later meer. Maar ben er goed doorgekomen. Ik voel me nu gezond, zegt hij. Was natuurlijk niet zo. En begin met betere voeding alweer aardig bij te komen. Hoop zeer binnenkort naar Java vervoerd te worden en je in mijn armen te kunnen sluiten en bij jullie te zijn. Dat is het enige punt waar al mijn gedachten om draaien. Ik stuur mijn innerste en warmste gedachten hoop vurig nu heel gauw je te mogen omhelzen, jouw Lex. En mijn moeder heeft via het Rode Kruis een brief gestuurd.
Liefste, wat een geluk, wat een ontspanning, letterlijk geschreven, je kaart uit Pacambaro te krijgen en te weten dat je goed door deze hel van een tijd bent heen gekomen. Nu ik innerlijk deze rust heb, zal ik zelf ook wel heel gauw opknappen. Sinds woensdag ben ik nu met de kinderen in het militair hospitaal in Magelang en we weten gewoon niet hoe we het hebben. De stilte hier, die verzorging, de voeding nu, de hygiëne, je voelt je weer mens worden. De kinderen zijn hier apart ondergebracht in een soort kinderhuis. Ze worden zo best verzorgd en genieten van het goede. Wachten nu op verder nieuws van jou. Dag liefste, tot gauw. Dat was het hele briefje. En dat was dus voordat wij onder mortiervuur kwamen te liggen. En weer terug het Japanse kamp in werden gebracht. De Indonesische nationalisten die waren er gewoon op uit om de Hollanders te liquideren uit angst dat we weer het koloniale gezag zouden overnemen. Japanners hadden opdracht gekregen om ons te beschermen. Hebben dat ook gedaan bij Ambarawa. En in Ambarawa zaten we nog met een paar duizend vrouwen en kinderen. En daar zijn de nodigen nog weer gesneuveld door het mortiervuur van de Indonesiërs voordat we eruit kwamen. Wat zo vaak gezegd wordt, dat is de atoombom niet gevallen was in augustus 45, maar in september 45, dan was mijn moeder er niet meer geweest. Dus het is een combinatie van factoren en misschien mijn vader ook niet. Dat weet ik niet. Dat kan ik niet helemaal zeggen. Van mijn moeder weet ik het vrijwel zeker. En zo is het met heel veel mensen uit de kampen die gewoon zeggen, ja, die... Als die bom er toen niet geweest was, dan waren wij er ook niet meer.